weer een heel ander maatje wat eraan komt. Lekkere schoonmoe. Blijfje ben je? Ja. Ah ja. Waar is mama? Waar is mama? We hebben eigenlijk één regel afgesproken. Als ze de slappe lach krijgt, dan is het oké. Krijgt ze niet de slappe lach en doet ze serieus, dan heeft die Rob wat met haar gedaan. Dan heeft die Rob wat met haar gedaan. Dan heeft die Rob wat met haar gedaan. De problemen. Wow. Nou, dat is niet een slappe lach. Hey. Nu de vrouwen eindelijk herenigd zijn met hun partners, komen beide stellen voor een laatste keer samen om hun ervaringen uit te wisselen. Er is veel gebeurd en daarom is het een goed moment om de balans op te maken. Ja, hoe is het? Nou, Chockerend. Chockerend? Ja. Maar wat vond je een shock? Voor je het uitleggen? Een cultuurshock was het. Ja. Moet je zorgen maken? Nee. Ja, zou ik wel. Maar het is wel een leuk bruggetje. Jij zegt zorgen maken. Ik maak me oprecht heel veel zorgen over jouw vrouw. Maar je hebt een vrouw van 22. We hebben het een keertje over gehad dat Virginia misschien te weinig conditie heeft. Ga daar nou eens met haar mee aan de gang. Dat meisje is gewoon, vind ik, te zwaar voor haar leeftijd. Je vrouw heeft iets nodig en geef haar dat. Als je al ziet, je relatie wordt dan nog beter als ze al stil is. En zij krijgt meer zelfvertrouwen, de gezondheid is beter en je komt positief in de media. Hoppa, knallen! Knallen! Pak jij nou lekker je broodje worst en hou je mond besmet. Ja. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Zie je? Maar je kan gewoon niet tegen kritiek. Jij geeft wel iedereen de hele dag kritiek, ook op je werk. Maar je kan zelf nu gewoon niet tegen het kritiek wat ik geef. Kijk, bij jullie mag gewoon alles. Ja. Ik pak een pan bij je uit de kast om even spaghetti te maken. Ja. Nou, dan zat gewoon de jurast er nog in. Sorry, maar ik vind dat niet fris. Ik ben een vals kreng, ben ik echt. Maar je gaat nu lekker acteren. Nee, ik zit helemaal niet te acteren. Ik moet gewoon nu vertellen wat ik in die dagen heb gezien. En dat heb ik gezien. Ja. En je kan gewoon niet tegen de kritiek die ik geef. Je bent zo eng, ben ik echt. Ik val me echt zwaar op de man nu. Jammer. Wat vind jij? Maar zeg jij eens wat, jij bent zo stil nu geworden. Ja, ik was gezellig.